Vrolijke gezichten vandaag op Sportpark De Toekomst. En waarom ook niet? Mitchell Dijks legt uit. Ja, de sfeer zit er goed in en het gaat goed met dit team. Ajax staat boven PSV, heeft nog 5 wedstrijden te gaan op weg naar de landstitel en mag zelfs nog een keer gelijk spelen. Er wordt wat gedold. Mitchell Dijks heeft de lachers op zijn hand. En Mike van der Hoorn blijkt de kopspecialist van de middag met niet 1, niet 2, maar 3 treffers achter elkaar. Geheel terecht krijgt hij de wedstrijdbal over handen van Dennis Bergkamp. Maar het is uiteindelijk de trainer die de show steelt. Frank de Boer heeft een nieuwe scooter. Ja, we gaan 35 km per uur. Dus je kan hem goed verplaatsen. Ja, hij race met dat ding, hè. Kenteken ook nog erop. Ja, hij is wel leuk voor hem. Levensgevaarlijk. Ja, en als je wat wil zeggen, dan zit hij te toeteren. Dus dat is wel mooi. Misschien meenemen naar het kampioensfeest. Ja, dan rijd ik wel met dat ding. Dat zal mooi zijn. Maar dan zal er eerst zaterdagavond gewonnen moeten worden tegen Cambuur. Aftrap 19:15 in Leeuwarden. En Frank de Boer zag tijdens de training dat het goed was. Oh, 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 oh.